Dit is de legende van Rikst van het Oord. Het Oord is een natuurgebied op Ameland. Daar leefde Rikst samen met haar zoon Sjoerd. Ze woonden afgelegen en kwamen niet vaak in het dorp. Veel liever zwierven ze langs de waterlijn om bruikbare spullen te zoeken. Hier leefden ze van. Ze hadden het niet breed, maar ze waren gelukkig. Soms vond Sjoerd mooie spullen, zoals sieraden of munten. Die nam hij mee, zonder dat Rikst het wist. Als hij een paar kostbaarheden verzameld had, gaf hij ze aan zijn moeder, die daar erg blij mee was. Rikst en Sjoerd genoten van het leven op het strand. Naarmate Sjoerd ouder werd, verlangde hij ernaar om meer van de wereld te zien. Hij wilde meer spanning en verandering in zijn leven. Ook vond Rikst en hij steeds minder spullen op het strand. Hij twijfelde. Kon hij zijn moeder zomaar verlaten? Na een paar weken nam hij een besluit. Hij vertelde zijn moeder dat hij wilde gaan varen. Rikst probeerde hem over te halen te blijven, maar het had geen zin. Ze bleef achter, in de steek gelaten. Ondanks het gemis van haar zoon moest Rikst blijven jutten. Er was echter weinig te vinden. Dag in dag uit zocht ze, tevergeefs. De hoeveelheid munten in haar kistje slonk. Tot er niets meer overbleef. Ten einde raad bedacht Rikst een plan. Ze wachtte tot de nacht viel. Die nacht pakte Rikst haar lantaarn. Nadat ze deze had aangestoken, ging ze op de hoogste duin staan. Waar ze op hoopte was gebeurd. Een schip dacht de vuurtoren te hebben gezien en was op een zandbank gevaren. Eindelijk had Rikst wat ze wilde. Van deze spullen kon ze een hele week leven. Dit plan herhaalde ze een aantal keer. Op een dag zag Rikst in de verte iets groots en donkers liggen en ze liep er naartoe. Toen herkende ze de contouren van een lijk en ze versnelde haar pas. Ze hoopte dat de vreemdeling sieraden of andere kostbaarheden bij zich had, maar haar vreugde sloeg om in angst. Ze draaide het lijk om en haar vermoeden werd bevestigd. Ze had haar eigen zoon vermoord.